domme vraag. Roze natuurlijk, hallo. Geel, wie kiest er nou voor geel? Ik vind ook al geel wel heel mooi. Oh, laat maar. Is dat een beetje zo dat mosterd neigt naar mosterd? Ja. Ik heb een hele lange winterjas en die gaat dan zo mooi over mijn pyjama heen. En ik heb nooit een pyjama aan 's nachts. Zeker de zwerverlook. Ja. Die is echt heel moeilijk hoor. Slapen is zo fijn. Ja, slapen is wel echt het belangrijkste. Hè? We gaan gewoon sowieso al uitverkopen. Daarom. Dus dan slapen. Ik zou wel het vliegtuig kiezen, want Jim heeft ook beloofd dat hij dan de hele vlucht gaat lopen met Molly en dan kan ik gewoon zitten. Oh, nou, goed idee. Ja, anders ga ik niet. Langzaamaan af en toe in de spiegel denk ik, oh ja, dat, nu begint het een beetje. Ik kijk nooit in de spiegel. En mijn oogleden. Oh, heb je van die zware... Ja, af en toe. Dus ja. Jij moet gaan liften. Later. Ja, op een gegeven moment misschien. Ja. Fysiek liefst 35 en dan mentaal gewoon door. Voor eeuwig 35 toch wel. Ik omarm het als een mannen, maar toch wel, ja. Ik denk dat eerder aan mijn lichaam, dat je lekker zo fit blijft mentaal, als een 35 jaar. Mentaal zou ik wel ouder willen worden. Ja. Maar dat je meer zelfvertrouwen krijgt, meer rust. Diep in mijn hart wel alles op orde. Ja. Ik zie het wel allemaal liggen. Iets ermee doen. Vaak niet de stap om het dan ook allemaal op te ruimen. Ben jij heel rommelig? Ja, ben ik wel. Want dat is heel grappig. Dat hebben wij ook als overeenkomst. Wij komen volgens mij heel geordend over. Ja, dat is zo. Mensen denken altijd van, oh, die heeft alles helemaal zo. Dat dacht Jim ook toen hij mij ontmoette. En die heeft echt de kat in de zak. Peuters. Eerlijk gezegd, ik ben niet zo van de babyfase. Jij vindt die babyfase heel leuk, hè? Ik vind het wel heel bewerkelijk. En met doekjes en ditjes en datjes allemaal mee. Ik vind het allebei. Het heeft zoveel charme allebei. En het is ook zoveel gedoe allebei. Zou ik botox doen? Ja, oh, toch wel? Ja, Zeker, ik ook, denk ik. Frontrimpels vind ik gewoon, kijk je gewoon een beetje zuur door. Ik wil niet zuur zijn. Geen botox? Nee, dan kan ik gewoon alles bewegen. Ik heb wel heel veel lachrimpels. Vind Jim dat niet erg als hij dat doet? Jim heeft daar niks over te zeggen eigenlijk. Als ik dat wil doen, dan doe ik dat lekker, ja. Ik moet toch blij worden als ik in het spiegel kijk. Hè? Van nature zou ik de hele dag Netflix willen kijken onder een dekbed. Maar de kroeg uitrollen vind ik ook wel heel gezellig. Maar het is slimmer in ons leven nu, denk ik, om Netflix te gaan kijken om 9 uur 's avonds. Ja, diep in mijn hart de kroeg uitrollen. Yep. Ik wou eten zeggen, maar dat is ook geen reclame voor onze voorstelling. Muziek. Muziek, zeker. Muziek natuurlijk. Ja, hallo. Van twee vrouwen en een band.